Bekend is dat van alle Nederlandse huishoudens 67% een tablet in het bezit heeft. Nemen we nu een willekeurige steekproef van zes huishoudens. Wat is dan de kans dat alle huishoudens een tablet heeft? Nou, de kans dat het eerste huishouden een tablet heeft is 67%, ofwel een kans van 0,67. Maar wat is dan de kans dat het tweede huishouden ook een tablet heeft? Nou, om te zeggen dat deze kans gelijk is, betekent dat je dit probleem dus ziet als een probleem waarbij je te maken hebt met trekken met terugleggen. Maar trekken met terugleggen, dat zou dus inhouden dat je tijdens deze steekproef het eerste huishouden nogmaals zou mogen ondervragen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. We hebben hier dus te maken met trekken zonder terugleggen. En daarbij hebben we ook gezien dat de kans verandert. Ja, maar wat is dan die kans van die tweede? En hoe kunnen we dit dan dus berekenen? Nou, bij trekken met en trekken zonder terugleggen hebben we allemaal situaties ge gezien. Opgave gezien waarbij je te maken had, of wat je kunt zien als een vaas met knikkers. En hierbij hadden we vaak een vaas met een 10 tot 20 tal knikkers. Maar in dit geval hebben we te maken met een vaas met heel veel knikkers. Want we hebben te maken met de huishoudens van Nederland. Een kleine 8 miljoen. Ofwel een vaas met 8 miljoen knikkers. En uit deze vaas pakken we maar 6 knikkers. Een kleine groep knikkers uit dus die hele grote groep van knikkers. Daarom zien we dit ook wel als een kleine steekproef uit een grote populatie. En juist omdat we hier te maken hebben met een kleine steekproef uit een grote populatie, kunnen we toch die kans berekenen met dat gegeven van die 67%. Maar waarom dan precies en hoe doe je dit precies? Om dit te verduidelijken, bekijken we het volgende voorbeeld. Je pakt drie knikkers uit de vaas. Wat is de kans dat deze allemaal rood zijn? En hierbij bekijken we een aantal verschillende fasen met verschillende samenstellingen. Allereerst kijken we naar een vaas met 8 rode knikkers en 4 gele knikkers. In een situatie dat we te maken hebben met trekken zonder terugleggen, dan is de kans op de eerste rood dus 8 twaalfde, de volgende is 7 elfde en de volgende 16de, ofwel een kans van 0,255. Hadden we te maken met trekken met terugleggen, dan is het natuurlijk 8 twaalfde keer 8 twaalfde keer 8 twaalfde, ofwel 8 twaalfde tot de derde, dus een kans van 0,296. We zien hier een duidelijk verschil tussen deze twee kansen van trekken met en trekken zonder terugleggen. Nemen we nu een vaas met dezelfde verhouding tussen rood en geel met 80 rode en 80 gele. Dan krijgen we voor trekken zonder terugleggen 80 120 keer 79 119 keer 78 118. Komen we uit op een kans van 0,293 afgerond op 3 decimalen. Bekijken we nu trekken met terugleggen, ook weer hier de kans berekend op 3 keer rood. Dan krijgen we dus 80/120' tot de derde. En aangezien 80/120' gelijk is aan 8/12, hebben we dus nog steeds met trekken met terugleggen dezelfde kans als in de situatie met de vaas met 8 rode en 4 gele. Ofwel een kans van 0,296. Je ziet dat deze twee kansen al veel dichter bij elkaar in de buurt liggen. Gaan we nu die vaas nog groter maken, 800 rode en 400 gele knikkers. Dan krijgen we vertrekken zonder terugleggen een kans van 800 gedeeld door 1200 keer 799 gedeeld door 1199 keer 798 gedeeld door 1198, ofwel een kans van 0,296. En bij trekken met terugleggen krijgen we een kans van 800 gedeeld door 1200 tot de derde. En ook deze zien we weer is gelijk aan die vorige twee kansen, dus gelijk aan 0,296. En voor deze laatste situatie zie je dat de twee kansen afgerond op 3 decimalen aan elkaar gelijk zijn. Maar noteren we even het onafgeronde antwoord van beide berekeningen, dan zie je dat er wel degelijk nog steeds een verschil is. Alleen de eerste twee decimalen zijn gelijk en na afronding wordt ook die derde decimaal gelijk. Dat deze twee kansen al zo dicht bij elkaar in de buurt liggen, heeft alles te maken met die breuk 800/1200, wat neerkomt op 0,666 enzovoort en die breuken aan de andere kant, waarbij je ziet dat ook daar die breuken vrijwel hetzelfde zijn. Pas op de vierde decimale verschillen deze breuken van elkaar. Gaan we nu die vaas nog groter maken, dus 8000 rode en 4000 gele, en ook hier weer de kans bij berekenen, dan krijgen we de volgende berekening. En hieruit volgt ook weer een kans van 0,296. En voor trekken met terugleggen, ook daar geldt natuurlijk weer precies hetzelfde, ook weer een kans van 0,296. Bekijken we de onafgeronde kansen voor deze situatie, dan zie je dat nu al de eerste vier decimalen gelijk zijn. De kansen komen dus steeds dichter bij elkaar te liggen. Waar de breuk 8000 gedeeld 12.000 dus neerkomt op 0,66666, zie je dat aan de andere kant die breuken ook voor de eerste vier decimalen gelijk zijn en de vijfde decimaal pas afwijkt. Maar wat kunnen we hier dus uit concluderen? Je ziet dus wanneer je uit een kleine vaas een klein aantal knikkers pakt. Dan is er wel degelijk een verschil tussen trekken met en trekken zonder terugleggen, maar pak je dus een klein aantal knikkers uit een vaas met een grote hoeveelheid knikkers, dan is dus het verschil tussen de kansen bij trekken met terugleggen en trekken zonder terugleggen, dus te verwaarlozen. Wat dus betekent dat je zelf kunt kiezen welke methode je wilt gebruiken om de kans te berekenen. Dus hieruit concluderend, bij een kleine steekproef uit een grote populatie mag trekken zonder terugleggen. Beschouwd worden als trekken met terugleggen. Dus van alle huishoudens in Nederland bezit 67% een tablet. Voor een onderzoek worden willekeurig 6 huishoudens gevraagd naar het bezit van een tablet. Bereken de kans dat ieder huishouden een tablet bezit. Nou, omdat je dus te maken hebt met ruim 8 miljoen huishoudens en we kiezen er maar 6, Mag je dit probleem dus opvatten als een kleine steekproef uit een grote populatie? En mogen we dus dit probleem waar je eigenlijk te maken hebt met trekken zonder terugleggen, ook berekenen met behulp van trekken met terugleggen? Wat dus betekent dat de kans op het tablet bij het tweede huis gelijk is aan de kans op het tablet bij het eerste huis. Dus de kans dat alle huishoudens een tablet hebben, is dus gelijk aan elk huis een tablet achter elkaar, ofwel. 0,67 keer 0,67 keer 0,67 en dat dus 6 keer. Ofwel 0,67 tot de zesde. En reken dit uit en rond het af op drie decimalen. We komen uit op een kans van 0,090. Dan de tweede vraag. Bereken de kans dat twee huishoudens een tablet hebben. Nou, twee huishoudens een tablet, dat kan dus bijvoorbeeld zijn de eerste twee wel en de volgende vier niet. En natuurlijk elk gemengd rijtje van twee huizen wel en vier niet. Dus de kans dat 2 een tablet hebben is gelijk aan het rijtje van 6 waarvan de 2 een tablet hebben, ofwel 6 boven 2 keer de kans dat de eerste 2 een tablet hebben en de volgende 4 niet. En dit is gelijk aan 6 boven 2 keer 0,67 in het kwadraat en dan de volgende 4 niet, ofwel keer 0,33 tot de vierde. Reken het uit en rond het af op 3 decimalen, dan komen we uit op een kans van 0,080. Dan de derde vraag. Bereken de kans dat minstens twee huishoudens een tablet bezitten. Nou, minstens twee huishoudens, ofwel dat betekent dus twee of drie of vier of vijf of zes. En de complementgebeurtenis van minstens twee is dus nul of één huishouden. We gaan hier dus gebruik maken van de complementregel. Dus het is gelijk aan 1 min de kans dat geen enkel huishouden een tablet heeft, min de kans dat één huishouden een tablet heeft. En dat is gelijk aan 1 min de kans op geen enkele een tablet. Dus de kans dat achter elkaar elke huishouden geen tablet heeft. Dat is gelijk aan 6 boven 1. Keer de kans dat bijvoorbeeld de eerste hem wel heeft en de volgende 5 niet. Dan gaan we dit verder uitwerken. Dan krijgen we dus 1 min. Nou, de kans op geen enkele een tablet is dus 0,33 tot de zesde. Min 6 zes boven 1 is ook wel gelijk aan 6. Je zou ook gelijk 6 kunnen noteren. Keer de kans dat de eerste wel en de volgende 5 niet, ofwel 0,67 keer 0,33 tot de vijfde. Reken het uit en ronde het af op 3 decimalen, komen we uit op een kans van 0,983. En hiermee is de kans op minstens twee huishouden een tablet berekend. Dus bij een kleine steekproef waar de grote populatie mag trekken zonder terugleggen, beschouwd worden als trekken met terugleggen. Heb je dus te maken met een probleem waarbij je eigenlijk te maken hebt met trekken zonder terugleggen, maar is dit dus inderdaad een kleine steekproef uit de grote populatie, dan kun je dus gebruik maken van trekken met terugleggen bij de berekening, wat dus de berekening vereenvoudigt. Dit was hem weer voor nu. Tot in de volgende video.